Ja, hier is Sissy weer en ik ben hier samen met Remco. En dit is weer een wedstrijd van het EK voetbal. En, nou, dit is wel een finale wedstrijd normaal gesproken zou je zeggen. Spanje. Tsjechië? Tsjechië wordt het in. Spanje, Italië. Er zitten wel een paar in de groepswedstrijden, wel een paar leuke. Ja. Nederland-Frankrijk is eigenlijk ook wel echt een heel leuke fusion, toch? Op papier. Hey, misschien leuk om het bij te pakken. Ik kijk natuurlijk eventjes hoe de stats zijn en zo. Maar ik zie 45% kans Spanje wint. 26% Italië. 29% gelijkspel. Spanje wordt ook wel veel gezien door veel mensen als titelkandidaat. In ieder geval in IE natuurlijk een. Een goede 86 middenveld. Een goed team weer. Er zit tiki-taka voetbal weer. Alleen ja, geen spits, maar dat is Spanje al heel lang niet meer. En score genoeg? Dat is met die Morata, die loopt ook een beetje ongelukkig bij. Maar ja, weet je, je moet toch 11 man opstellen. Je kan moeilijk helemaal zonder spits spelen. Ja, waarom? Italia, dus, wel moeite tegen Albanië alles. Hè. Kijk je trouwens alles van alle wedstrijden van het EK? Kijk wel heel veel, ja. Oké, okay. Deze ga je ook kijken natuurlijk. Donderdagavond, 9 uur. Donderdagavond, 9 uur. Oh, is het deze wedstrijd? Ja. Ja, dat denk ik wel. Dat is wel een mooie wedstrijd. Ja, toch? Hey, heb je een voorspellingje? Ik ga voor verrassingkie, 1-2. Oké, okay, ik ga voor 0-0. Hé, hey, denk je dan? Hé? Hey? Ja. Ja, je ook weer. 0. 0. Hier is de wedstrijd. Van welke ja. Als een witte shirtje speel lijkt het. Blijf vooral hangen. Ja. Boeiende partij. Ah, ik ben ook Duits, zeg maar natuurlijk. En samen met Jeroen Guter doe ik het commentaar vandaag. Alle tekenen wijzen erop dat dit weer een moe duel wordt. Dit is Spanje, oog in oog. Zo, dat is even Italië. Ja, zie het. Een opening. Geen enkele reden tot klagen. We gaan lekker naar 2-2. Zo! Die er hopelijk iets moois van gaan maken. Ja. En dan zitten we ook nog eens een keer op een plek. Oh my god. Ja. Pak die bal goed op. Heel mooi blok van die speler. Is dat nou weer een Lenormand? Wat is dat nou weer voor een... ken ik helemaal niet, die speler. Hij is zijn directe tegenstander voorbij. Het idee was leuk, maar de uitvoering. Niet zo. Dat is echt zo'n kut fishball. En ik wil gewoon wegschieten. Oh! En van zo dichtbij niet kunnen zien. Hier staat niet op scherm, zou ik zeggen. Dit is verbijsterend. Wat doet hij nou? Die ken ik hem, ik schiet gewoon, hè! Klaar, ik ga dat niet meer doen. Ik kamp met dat soort dingen. Goed, maar hij raakt hem net even toe. Federico Chiesa. Oh. Nee! Nee! Oh, hè? Nee, scheids! Dit, nee, maar ik vind het ook geen overtreding. Nee, het was ook geen overtreding, maar nee. Ja, ik pak hem graag uit. Oh, is het ook overtreding? Nee, scheids, dat is ook een overtreding. Dat vind ik erger niet van net. Ja, dat was het ook, ja. Oscar Macca. Oh! Oh. Nee, ik had gewoon een loppie moeten doen. Maar ja. Wow. Snelling. Jongen, die kan makkelijk 3 meter, man. Wat verliest hij alle duels? Hij weet de bal af te pakken. Federico Chiesa. Zijn kans moet hij afmaken. Jongen. Scheidkeeper. Beide ploegen missen de kwaliteit om de verdediging van de tegenstander. Scheids! Ja, ik moet ook even kijken of hij goed was. Ja, ik kan wel stellen dat de scherpte aan de bal ontbreekt. Hier kunnen ze de leiding nemen. Maar even serieus, ik vind het echt niet leuk meer gewoon. Ik heb echt zeker 2-3 overtredingen van jou en ik krijg niks. Wat een kut scheids zeg. Kan een doelpunt niet. Wat is de Nederlander weer? Nee, het is geen Nederlander trouwens. Nee, ze schijnt zeggen dat hij bij Nederland was. Die was slecht. Holy shit, zeg. Die was slecht. Ik moet zeggen, het is ook wel een randje bij het spel, met het idee, maar... Hij gaat verder. Oh, is dat die Marco, of niet? En dan komt de voorzet.
Koeman keert die inzet. Kut corner nog erbij. Corner mag ik wel nemen toch, schijf? Dat is mijn specialiteit toevallig. De bal komt voor het doel. Joh, waarom wil ik elk... Komt de bel. Oh, jongen. Jezus, wat een eerste helft! Dit is ook niet goed. Oh ja, we gaan gewoon lekker verder. Oh nee, ik verpest niet mee. Mikel Oyarzabal. Nee! Ik hoef niet eens een schot, wou ik zeggen, maar... Waarom gaat hij dan weer bij jou komen? Ja, dat is FIFA. Die EA bedoel ik. Er is een teamgenoot in de buurt. Komt wel een andere FIFA, hè? Beetje raar, joh. Nou, en dan gaat hij 2-0. Ik wil het niet meer doen. Komt wel een andere FIFA, hè? Ja, ik van 2K waarschijnlijk. FIFA 25 2K. Ja. Ja, ik vind het wel goed als ik heel eerlijk ben, hoor. En niks tegen EA, maar... Met je concurrentie, dat goed. In de tijd van PES en zo, deed ze wel dat goed. Dus ze stonden elkaar wel naar next level. Ja, zo kan je het ook zien. Ik denk dat hun het anders zien. Maar komt daar ook fut in? Of gewoon lekker voetballen spel dan? Nee, dat heet het 2K fut. Oh, die Marco zit weer. Hij schiet op doel. Maar dit is vakwerk van die doelman. Royce. Nou, daar zie je het al, daar staat het. Kijk maar naar de statistieken. Ze zijn vaak genoeg voor... Nou! Ja, ik weet het. Ze spelen het. Het is zo warm. De voorsprong had er veel groter moeten zijn. Hij moet scoren nu! Ja, ik kan er ook nog bij. Ik heb eigenlijk nog niet veel geraakt in deze game mode. Ik wil die... Oh, nee! Nou, dat slaat echt helemaal nergens. Ik was aan het verdedigen. Ik raakte het niet dat jij er opeens was. Dus ik drukte B om zeg maar de bal weer af te pakken. Zo. Ja, een pointje of niet. Hoppa. Jezus. En gewoon een kut commentaar ook. Nou, ja, je blijft gewoon staan ook jij. Je verdedigt wel heel goed daarin. Gewoon heel goed verdedigen eigenlijk. Kutleier. Ik was bang dat je weer al ging sweaten. Of naar Di Marco die dat ook. Wow! Ja, 3-0. Zeg het voor. Is Di Marco, dat niet die ene is die. Iemand schieten, maar dat. Wat een mooie actie zeg voor die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om. Nou, hallo scheids. Ja! Juist hem, hé! Ja, als ik echt toch een schot doel dan waarschijnlijk. Hij krijgt een kaart voor die actie. Kleur. Oh, welk vecht. Ja, Mikel Oyarzabal over de lat. Aan een lekkere knal. Dit is verbaasd aan deze iets. Wat? Ja, stormen. Ik brak de mandje eens niet. In het centrum. Goh! Die komt deze in de buurt. Dit is zo hard dat ik de kop opneem ook. Gewoon. Jammer. Ik hoor nou ook al dat jij tegen. Oh! Oh! Oh nee, oh nee. Oh! Ja, tuurlijk, vlijt maar af! Niets meer te redden voor de Spanjaarden. De scheidsrechter maakt een einde aan dit duel. De Spanje echt heel slecht was het. Misschien één schot? Ja, één schot. Ja, 20. Ik kwam er gewoon niet in. Ik zou meteen de coach wel slaan als dit is het. Nou, ja, best. Maar we hebben toch gelukkig de eerste is de 3-0 hebben gewonnen. Ja. En dat de beste nummers 3 ook doorgaan. Maar ja, met een doelstelling van Mils, dat weer... Ja, precies. Hey jongens, laat je verspilling even achter bij de comments. Like even deze video en fijne wedstrijd.